Yo, kijkers van Online Games. Van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van City Skylines Nootje 2, jongens. We gaan lekker verder waar we uiteraard natuurlijk afgelopen vrijdag waren gebleven. Dus dat komt helemaal goed. We hebben een geldbedrag van 82.000, dus dat is goed. Hier gaan wij trouwens ook maar eens even wat verandering inbrengen. Want ga ik het heel even anders doen. Waarom gaan we dat even anders doen? Die eruit, die eruit. Deze even uit. Die weg, die weg. Die. Waarom gaan die even weg? Want dan gaan we deze. Maar eens even het groter maken. Die baan die laten we sowieso staan, die weg. Kijk, het is. Jezus. Groot zo. Deze ietsjes. Zo. Nou, dit is het Zit dit ook? Iets groter, maar groter kan niet. Ja, hier. Maar groter zal echt niet kunnen. Dit is het grootste wat kan. Hij staat een beetje in het oranje. Ongeveer. Nou goed. We moeten het er maar mee doen. Oké. Wat we kunnen doen. Hieruit is ook een gigantisch mooie huizen gebouwd. We zullen in principe hier ook nog iets moois. Zullen we die treinspoor laten staan of gaan we die annuleren? Ik denk gewoon dat we die kunnen laten staan. Kan ik niet, ik kan dat huisje wel weg doen. Kunnen we zorgen dat we even een. Kijk, dan even een voorlijn. Kijk, dan moet even. Kijk, dan hebben we het hier wat rustiger. Dan gaat wel alles zo. Dus misschien moeten we heel even. Gaan we dit gelijk zo doen? Of ja, dit is wel. Het is wel handiger dit. Of we kunnen ook gewoon zelf gaan bouwen. Laten we het zelf doen. Dan wel gewoon zo. Kijk. Vanaf hier dus gewoon.
Nou, dat is goed zo. Dan gaan we ervoor zorgen dat we gewoon hier allemaal huis neer gaan bouwen, hè? Hier en dan kijk, dan gaan we zo en dan zorgen voor dat wij hier nog een mooie weg. Een paar kleine gaten, daar zitten geen probleem. Ik moet wel even echt puur recht wil ik dat hebben. Wacht, dit gaat dus heel even anders doen. Want dit gaat niet helemaal recht, maar als we zorgen dat dit... Kijk, want het krijgt, dan krijg je dit hier allemaal. Als je het gewoon... Ja, nou weet je, het is goed zo. Ik heb niks, dat maakt niet zoveel uit. Doet hij die kant op of gaat hij een klein beetje afwisselen zo? Maar dan krijg je wel weer dit. En dat is ook weer heel vervelend. Dus als we die gewoon zo neerzetten. Is ook niet zo heel tof. Hoe kunnen we dit het beste doen? We kunnen ook deze even zo in het midden doen. Kijk. Dan annuleren we deze heel even. Dat we dan zeggen, weet je wat, we gaan zo te werk. Dus via deze kant zo. Dat lijkt iets handiger. Nou gewoon zo die weg, hè. Maar er zitten over wat gaten ertussen, maar dat maakt niet zoveel uit. Kijk zo. Deze kant is hier.
Dus niet helemaal recht, maar dat maakt niks. Kijk, dan hou ik dit zo. Het is wel zo dat dit één weg gaat worden, maar dat gaan we hier anders aanpakken. Oké, kijk, nou, dit is zo goed. Dan gaan we ervoor zorgen dat daar wel gewoon echt deze huizen gaan komen. Kijk, ze worden ook per direct gebouwd al. Je kunt ook gewoon zo met de linker muisknop drukken. Selecteren. Oké, dan kun je gewoon alles zo doen. Kijk. Oké, zo. Deze, daar gaan wij. Winkels, 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 winkels. Dat lijkt me handig. Oké, nou, dat is dus ook gebouwd al. Ja, dat wordt gebouwd. Kunnen we altijd dat we hier doen, dat we hier wat gaan doen ook dit. Moeten we ervoor zorgen dat we hier ergens dit zo kunnen, nou, deze snelweg ook laten doen. Want anders gaan we hier mega druk krijgen, hè. Dat is wel even een dingetje. Goed. 174.000. Oké, ik laat heel even dat geld heel even zo, want dan gaan we eens even kijken. Kunnen we nog? Ja, het ziekenhuis, dat is nog prima, dat is oké. Is ook nog allemaal oké wat ik wilde gaan doen. Het kost 1 miljoen. Ik wil voor deze gaan. We zitten hier op 11, dus we kunnen ook heel even. Zolang dat dit nog in het oranje is, dan vind ik het goed. Oh ja. Oh. Hier is het mega druk. Ah, dat komt nog wel. Het gaat wel, het gaat wel. Het is even gewoon hier druk. Het enige, we moeten af en toe naar links gaan. Of we moeten dit even op 3 houden. Even kijken, die. Highways 3. Dan gaan we dit gewoon krijgen. Thank you.
ziet er ook niet uit. Dan heb ik het gewoon liever zo. Kijk, dan heb ik liever zo. Oké, we zitten op 2 ton, dat is goed. Ik wil nog wat gaan doen. Ik wil alles gaan upgraden. Maar ik denk dat we daar niet meer aan gaan komen. Ik denk dat het iets was wat we de volgende keer kunnen gaan doen. Oké, ze wordt hier gebouwd, dus dat is goed. Hier wordt wel weer steeds huizen minder. Waar is brand, waar is brand? Oh, daar, ja. Ik heb al die bomen, die zijn al een keer afgevikt. Nou goed, dat is toch... ver uit onze stad. Goed, nou, dit is dus aan die kant. Natuurlijk ook politie, hebben we dat. Even kijken. De brandweer, ja. Die kan we denk ik hier. Want als we hier willen, dan moeten we toch iets gaan verzinnen. Ja, laten we dat dan doen. Dat is dus de brandweer, politie. Moeten we ook nog hebben. Kunnen ook die kant op. Hoe kost die? 160, daar hebben we geen geld voor. Bijna. Zullen we voor eerst zorgen dat die hier terecht gaat komen. Oké. Okay. ...59%. Zij wordt goed verbruikt. Ja, dat gaat echt telkens omhoog. Kijk hoeveel geld dat het bedrag oploopt. Geen geld, geen leningen, dus dat is goed. Moet je kijken. Dit is dus het verlies. We krijgen net meer dan 3,5 miljoen. Krijgen we. Ah, we gaan iets van 2 miljoen, dus... ja, we hebben eigenlijk winst van 1,5 miljoen. Ja, kijk, dit gaat ook goed. Hoe zit het ermee? Kijk, er gaat gewoon dit en... dat is 6 ton. Daar gaat er een heleboel erop. Production natuurlijk ook een heleboel. Even kijken. Kijk, dit gaat goed. Dit, ja. Gaat ook met dit. Dit gaat ook heel goed. Het hout en zo. Goed, dus dit is alleen voor hun. Dat is geen probleem. En dan krijgen we dit hier allemaal, oké. Okay. Dus dit is allemaal industrie, dat is op zich redelijk te doen. Ik bedoel, er zijn genoeg wegen aangesloten. Dat je doorheen kunt. Je kunt ook een stuk snelweg oprijden als het was door de stad. We moeten eens even gaan kijken hoe we dan... en hier wil ik toch sowieso een keer snelweg er overheen laten rijden. Maar ik moet even kijken hoe we dat het beste kunnen gaan doen. Kijk, dan moeten we zorgen dat we hier, als we weer wat gaan kopen, dat we er weer helemaal eromheen wat gaan bouwen. En dan kunnen we gaan kijken. Dus is treinspoor. Oké, nou ik ga het hier wel in ieder geval belaten, jongens. Dit hier, dat begint vol te raken, dus dat is helemaal goed. Er komen ook mensen.
Ja, ze moeten nog komen. Ze kunnen alleen via deze weg. Dus dit gaat dadelijk ontzettend druk worden. Het is al ontzettend druk. Dus dat moeten we even anders gaan aanpakken. Dus we moeten via deze kant. Er is geen andere weg. Nou, het gaat helemaal goed komen. Ik ga het hier eens belaten, jongens. Wij zien elkaar woensdag weer terug. Hopelijk zien jullie echt daar ook. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot woensdag dan weer, jongens. Mazzel!